Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee onze kant op. Die bereiken vooral het midden en westen van het land. In het oosten maken ze iets minder kans. En dat betekent ook dat daar de buienkans wat minder groot is. In de rest van het land valt een enkel buitje, maar tussendoor is het ook droog. Met temperatuur in de ochtend rond een graad of 4. In de middag verder oplopend, uiteindelijk wordt het 5 tot 7 graden. Er kan nog een enkele bui vallen. De meeste in het westen van het land, maar vaak is het ook gewoon droog. Met de meeste wolken in het westen en in het oosten wat vaker de zon. De wind neemt verder af en dat betekent dat vanavond de temperatuur vlot onderuit kan. Gaat dalen tot richting het vriespunt en in de nacht kan het in het zuidoosten net een graadje vriezen. In de kustprovincie blijft een enkel buitje mogelijk. En ook morgen overdag is dat het geval. Mocht die in de vroege ochtend in het oosten vallen, kan er een vlok natte sneeuw bij zitten, maar dat stelt heel weinig voor. Het wordt uiteindelijk 6 graden. De wind is nog steeds noordelijk. Vrijdag, zaterdag en zondag zien we dan weinig zon. Er trekken vaak wolkenvelden vanaf de noordzee over. Soms valt er een spatje in de loop van het weekend. Lijkt de kans op neerslag net even iets groter te worden. Zaterdag is de warmste dag, dan wordt het 8 graden en de overige dagen liggen de minima in elk geval ook dik boven nul. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.